De editie van Alpe d'Huez van 2018 zit er weer op. Voor het CWF Cycling Team uit Ophemert was het een bijzondere editie. Het negenkoppige team heeft teamcaptain Leen Boltjes en zijn zoon Ralf en dochter Danique naar de Alpe d'Huez begeleid in de dagen voor de tocht op 6 juni. 5 jaar na het overlijden van vrouw, moeder en initiator van het team Mariette Boltjes aan kanker hebben zij met z'n drieën de tocht omhoog gemaakt als eerbetoon. Het was een emotioneel maar zeer geslaagde editie waar ieder lid van het team op zijn of haar manier zijn bijdrage aan leverde. Wie heb jij allemaal bij je? Een heleboel mensen die nu nog strijden en mensen die helaas ontvallen zijn. En dat heb ik dus met hartjes en met vlindertjes. De vlindertjes vliegen met ons mee en de hartjes die zijn heel hard aan het strijden nog. Maar het valt niet mee hoor, echt niet. Zwaar? Ja, echt. En emotioneel? Bij iedere bocht heb ik al staan te huilen gewoon, dat had ik echt niet gedacht. Het is een hele belevenis. Alpe d'Huez is een jaarlijks evenement op de beroemde Franse berg, waar ieder jaar weer duizenden Nederlanders de strijd aangaan met de weg omhoog. Dit jaar waren er ruim 4500 deelnemers die met z'n allen geld inzamelden voor het onderzoek om van kanker een chronische ziekte te maken. Tot nu toe staat de teller aan donaties voor dit jaar op ruim 11 miljoen euro. Hoi, handen af, camera.